Come on, Remington for the win. Let's go. Come on, you bastards. Gonna do this like a fucking boss. Ja, nog 50 punten. Lekker. En we hebben Maxi for Rexy. Here we go. I love that shit. You know that. Laten we maar naar Juki gaan. We gaan naar Juk. Juki, 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 tun tun. Ik wil Juki, tun tun. Juki for myself. Oké dan. Ik vind deze gast wel... Ik vind hem wel tof, Weasel. Mop of the dead, baby. Let's go. Oh, we hebben ook nog natuurlijk die MP5. Ik zit al te denken van, what the fuck, welke kunnen we nog meer? Ik pak hem zo en ik denk, oh, MP5! We hebben nog een extra machine gun. Hoe duur ben jij, 2000? Laten we sparen voor die 2000 punten dan maar. Of is die deur beneden goedkoper? Dat kan ook nog. Laten we dit wel rebuilden zo meteen. Oh, ik moet echt gaan uitkijken achter me. Daar komen ze al aan. Onze vrienden van het goede leven. Maar ja, we hebben nu Jug, dus ik voel me iets veiliger. Ik ga iets stoerder spelen nu. Let's go. I know you want me, I know you need me, I know you want me, you wanna eat me. Okay, let's go. Nog een paar puntjes en dan kan die deur openen. Okay, lekker hoor. Zijn goed bezig man, ik ben trots op mezelf. Oh my god. Shit, ik dacht dat deze ook open zou gaan. Dat is voor het volgende deel en natuurlijk nog een stukje van de Riot Shield. Kijk eens hoe amazing, kijk eens hoe amazing, kijk eens hoe amazing deze grot is. En hier is nog zo'n part in die hoek, die gaan we zo oppakken. Wauw, 1000. Hoe ging dit ook weer? Ik zit echt na te denken. Oh, boven is natuurlijk nog zo'n... Ja, ik weet het alweer, 1500 jongens, laten we daar maar voor gaan sparen. Let go. Oké, okay. We doen het goed. Nog steeds ben ik trots op mezelf. Ik weet het alweer. Daarboven moest ik die ene deur openen. Dan moet ik in Afterlife naar beneden lopen. Dan zie ik codes op de muur. En dan die code moet ik weer invoeren beneden bij zo'n kastje. Het klinkt heel ingewikkeld, maar ik weet alweer. Het schiet me weer te binnen wat ik moet doen. Laten we nu maar gaan sparen als allereerst dat we dat ding kunnen opengooien. Dat hek. Want daarin moeten we natuurlijk ook weer in Afterlife gaan. En nog een keer een hondje vieren. Dan hebben we de Health Retriever. 1500 puntjes. Nou, laten we er maar voor gaan sparen dan. We zijn alweer veel te lang hier beneden. Dat was niet mijn bedoeling, maar ja, let's do this. Hopla, 500 punten. Kaboompje eruit. Wat is dat dan? Een dubbele points. Yes, lekker. Oké, nu komen we nog sneller aan die 1500 punten. Hopla, nog een paar puntjes voor Rexy. Wauw. Come on, man. You felt the picks. 1748 punten. 1680 punten. We gaan goed, we gaan goed. 1720. Lekker. Laten we gewoon even zo snel mogelijk punten opbouwen, want we moeten nog meer dingen opengooien zometeen. Dus dat is wel goed. Let's go. Oh shit, Afterlife mode. En nou moet ik even gaan kijken welke machines het ook weer waren, want ik weet het niet zo 1, 2, 3 meer. Dit is er 1. Hier doorheen. Yep, dan gaat die deur zo meteen boven weer uit. Dat stroom en dan kunnen we nog een deel pakken van onze shit. Waar is die andere kast? Laat het vinden. Ja, hier is die. Lekker. Yep. Oké, nou moeten we als de wiede weer gaan hier weer uit. Want anders zitten we weer trapped. Oh, shit. Oké. Let's go. Hopla, even focus spelen hier, want anders gaan we dood natuurlijk. 1300 punten. Moet zometeen wel een Maxi krijgen weer hoor. Weer een Maxi voor Rexy. Hey! Hier ligt de part. Yes, oké. Okay. Yes, I know what we have to do. 1500 punten. Gaan we zometeen die andere point even oppakken. Ja. Andere point, andere part wou ik zeggen. Andere point, hoe kom ik erop? Let's go. Oh, we gonna build a riot shield.
Je kan trouwens ook die Health Retriever upgrade. Ik weet niet of je dat wist of jullie dat wisten. De map is al zo oud, dus jullie zouden het waarschijnlijk al weten. Hier, waar ligt dat ding? Ah, hier in het hoekje. In het hoekje, maar ik wil eventjes snel doorlopen, want die zombie gaat me chasen. Let's go. Wow. Hier, pak mijn granaat maar met je grote bek. Afterlife. Let's go. Laten we hem eventjes een crowder maken. Dan gaan we het doen. We kunnen dit eventjes easy doen. Ah, oh, jij bent echt vies. Kom op. Oké, let's go. Pas op voor mijn granaat. Hij is nog niet geraakt. Fuck the duck in de hondenhok. Shit, hey. Even deze unlocken. Oké, terug naar boven. Hij zal ongeveer op de helft zijn nu. Oh, hij is al beneden. Wow, hij rent snel. Let's go. Gekke zombie. Oké, yes. Oké, dan. Let's go downstairs. 7, onthoud 7. Onthoud 2. Onthoud 5. 7, 2, 5. 2, 3, 4, 5. 7, 5, 2, wat was het ook weer? 7, wat was het nou ook weer? Ik ben het alweer kwijt, want ik de zombie me chased. Shit. Ik ben het kwijt, wat was het ook weer? Weet jullie het nog? Zet even in de comments neer. Ik ben hem kwijt, want hij is niet naar beneden. Ik heb iets fout gedaan. Oh man, let's think about it. Ik heb gewoon iets fout gedaan, jongens. What the fuck? Wat was het nou? Oké, nice. Waarom ben je niet naar beneden? Wat heb ik fout gedaan? We hebben nog één afterlife over. Dus laten we maar gaan proberen om weer terug in afterlife te gaan. Laten we dat proberen. Die afterlife is wel belangrijk gewoon, dus... 7, 2. Ik zit te denken. En, oh my god, ik word ingesloten. Kom op, snel. Oh nee, het was natuurlijk 5. What the fuck? Het was 5. Oh my god, so stupid. Oké, wegwezen, ja, met je rotkop. Zullen we die afterlife wagen maar? Of even wachten, denk ik nog, hè? Ik wil gewoon die pack-a-punch halen deze episode. Let's go. Insta-killetje. Bijna geen kogels meer, man. Ik moet zometeen in afterlife gaan. Bitch, get off me. Kom op. Oh my god, wat is er met dat knife op deze map? Laten we hier openmaken. Openmaken. Geen wapenbox hier. Waar is dat ding dan? Waar is die klote wapenbox? Holy crap, man. Let's go. Oké. Hoe duur ben jij? Fucking 1200 punten. Oké. Hoe gaan we dit doen, jongens? Ik heb nog maar een paar kogels. Oeh, yes. Genoeg kogels voor de fucking shotty. That's amazing. Come on, Remington for the win. Let's go. Come on, you bastards. Gonna do this like a fucking boss. Insta-killetje. Oh god, het zit mee, man. Ik ben nou verder gekomen dan ik ooit had verwacht dat ik verder zou komen in zombies op de PC. Knife you. Hopla. Oké, we hebben weer wat puntjes. Ik moet er sowieso een paar heel laten, want ik moet weer die ding opnieuw gaan doen. Oh my god, wat ben ik een stuntelaar. Laat het maar gaan doen. Ik heb die cijfers verkeerd gedaan. Ik weet wat ik heb gedaan. Ik heb een fout gemaakt in die cijfers. Let's go. 7. Daarna is het 2. En dan is het 5. Dat heb ik verkeerd gedaan. Dus hier moeten we een 5 bij plaatsen. En here we go. Yes, jongens. De volgende kleine easter egg hebben we ook alweer vertooid. Nice. Toot. We made it. Kunnen we nog even snel nog een perk aanzetten hier, though? Waar zit die ook weer? Aan deze kant, toch? Moeten we opschieten, want ik wil mijn afterlife niet verpesten. Ja, hier is die double points. You never know. Misschien hebben we die perk nog ergens nodig in deze video. Let's go, man. Hopla, wegwezen jullie faggots. Let's revive myself. Here we go. Hopla. Jullie mogen nou wel dood, hoor. Kom op. Oh my god. Oh nee. Dat wordt hem niet, jongens. Dat wordt hem niet.
Dat wordt er niet hoor. Let's go. Oh, we moeten snel gaan voordat dat ding weer omhoog gaat. Nee! Nee, 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 dit meen je niet. Nee, niet naar boven gaan. Ik heb je nodig. Ah, zo neidig. Oh, hij is er nog. Hij is er nog. Oh, wat een mazzel. Yes! En ons volgende deeltje voor de Easter Egg hebben we al gevonden. Voor natuurlijk dat vliegtuig. Nog steeds voor dat klote vliegtuig. Laten we deze maar oppakken. And we can build a riot shield. We can build a riot shield. Laten we die maar gelijk eventjes gaan bouwen hier, though. En ik heb een enorme jeuk weer. Oh my god, maar ik kan niet klappen. We moeten doorgaan. Let's go. Let's build it over here. Let's build it over here. Oh, nice. We have built a riot shield. Let's go. That's fucking amazing. Fucking amazing. Let's buy some ammo.